Dames en heren, goedenavond. Wat een mooie avond is het weer. Een avond op de Sociëteit de Maas. Een avond waar we eindelijk weer contacten kunnen leggen. Aan de beste zijde van Nederland. Die heeft Lokke drie keer gewonnen. Dus hoe trots kunnen wij als Maas zijn dat zo'n zeiler bij ons binnen is gelopen om onze jeugd te inspireren. Nou, als we dan naar Aphrodite haar overige prestaties kijken, dan is zij dus, wat ik net zei, één keer op de Olympische Spelen geweest, vierde geworden. Dus dat ruikt naar meer, die wil meer. En is ook in die 470-klasse een keer zilveren medaille gewonnen. Heel goed. Dus wij wensen jullie met dit speeltje heel veel succes. Naast deze twee dames die natuurlijk waanzinnig hebben gepresteerd en dat gaan we natuurlijk hopelijk doen. En ook nog een derde Maaslid naar de Olympische Spelen gaat. Haar naam is Marieke Keizer. Haar opa was ook al Maaslid en stond aan de basis van de Willem-Alexanderbaan. En zij heeft bij de laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen het wereldrecord met 6 seconden verbeterd. Dus in die zin hebben wij ook goede hoop op haar prestaties. Dus echt een team, ja, waar wij als Maas heel erg trots op kunnen zijn.